vriend van meneer heeft het 3 dagen over gedaan. Nou ja, 3 dagen. 3 dagen? Dat is toch wel een pittig reizen. Tegenwoordig is dat een eitje. Maar ja, vroeger was het natuurlijk een hele lange tijd. Dus als ik daaraan denk, word ik er al moe van. Jesse is een oude, grijze ezel. Hij woont in een vervallen stal aan de rand van het dorp Bethlehem. Hij is een beetje blind en hij hoort ook niet meer zo goed. Langzaam loopt hij door de hoofdstraat van het dorp. Sjokkend langs de kant van de weg, met zijn kop naar beneden. Elke dag loopt hij hetzelfde rondje. Maar vandaag is het anders. Vandaag is het druk in het dorp. Overal lopen mensen. En het lijkt... Jesse negeert het en loopt gewoon door. Opeens kijkt Jesse om zich heen en hij schrikt. Hij was zo in gedachten dat hij niet eens merkte dat het donker is geworden. De laatste tijd heeft hij dat wel vaker. Dan schokt hij... Hij is er gewoon in zitten. Ja. Dat is een Even pauzeren. Oh. Ja, ik heb jij het eentje gezien? Is dat mooi?